Suriname heeft geen bemoeienis met de 3 weken durende zoektocht naar het slavenschip Leusden. Het slavenschip Leusden is in 1738 vlak voor aankomst in Suriname gezonken, nadat het bij slecht weer vastliep op een zandbank ter hoogte van de Marowijnenrivier. De gevangen genomen Afrikanen aan boord zijn toen opgesloten in het ruim, waardoor ze samen met het schip ten onder gingen. Stafmedewerker van het directoraat cultuur, Johan Rooser, zegt dat het onderzoek een initiatief is van de gemeente Amsterdam en Frans-Guyana, omdat het schip volgens onderzoekers op Franse bodem zit. Rooser geeft aan dat Suriname wel getracht heeft betrokken te worden bij dit onderzoek. De heer Leo Balai, die onderzoek gedaan heeft naar het slavenschip Leusden. En er is daarbij dus aangegeven dat het om Nederlands-Frans onderzoek gaat, of al door Nederland en Frankrijk gefinancierd onderzoek. Het eerste onderzoek werd verricht door in Suriname met onder andere medewerking van Staatsolie en MAS. Maar er waren dus geen indicaties toen, en dat was geloof ik in 2013. En dus nu hadden we gevraagd, ook al is het zo dat het om een Frans-Nederlands initiatief gaat, dat Suriname om expertise op te bouwen met betrekking tot maritieme archeologie, dat we ook zouden meedoen. Mm-hmm. Maar alles is dus al in kadden en kruiken en het onderzoek is al gaande. En er is in ieder geval wat er nog kan worden afgesproken, is dat de resultaten van het onderzoek met Suriname gedeeld zullen worden door middel van presentaties in Suriname. De resultaten zullen gedeeld worden met de Anton de Kom Universiteit, namelijk de studierichting Geschiedenis. Rooser geeft aan dat dit onderzoek belangrijk is, omdat er recht wordt aangedaan aan de mensen die toen zijn omgekomen. Je kan een deel van de waarheid terugvinden en het bewijs dat het om een van de grootste scheepsrampen gaat in de Nederlandse maritieme geschiedenis. Maar ook dat de manier waarop dat gebeurd is en de handelingen die gepleegd zijn door de bemanning, dat geeft wel een beeld terug dat heel sterk duidt op massale wrak. Het wrak ligt volgens maritiem archeologen een paar kilometer uit de kust van Frans-Guyana. De metaalresten duiden hoogstwaarschijnlijk op de 12 kanonnen en op de voetboeien en kettingen waarmee de Afrikaanse gevangen waren vastgeketend. Een Frans-Nederlandse expeditie scant vanaf deze week een veel groter gebied dan bij de eerdere onderzoeken is gedaan. Ook gaat voor het eerst een gespecialiseerde duiker het water in om objecten boven water te halen die kunnen bewijzen dat het om de Leusden gaat.